Mevrouw Hermans. Voorzitter, ik neem stellig, maar dan ook stellig afstand van de insinuatie die hieronder zit van mevrouw Ouwehand. Dat dit een campagne of een verkiezingstruc of een ander politiek spelletje zou zijn. De VVD-fractie heeft opvattingen, heeft idealen en vindt dingen. Van daaruit hebben we gehandeld, hebben we onderhandeld en hebben we een afweging gemaakt. Dus wij steunen ten volle de afweging die onze bewindspersonen in het kabinet gemaakt hebben. Ja, voorzitter, ik zou mevrouw Hermans erop willen wijzen dat echt niemand deze vervolgen verontwaardiging ook maar gelooft, hè? Ik bedoel, de VVD. En dat geroep ook niet. De VVD is verantwoordelijk geweest voor het wegbezuinigen van opvangplekken. Dat is u tot een vraag? Nou, voorzitter, als ik zo bejegend word, moet ik even iets terug kunnen zeggen, of niet? Als je zulke politieke spelletjes speelt, als je niet eerlijk zegt, wij hebben dit uit de hand laten lopen en eerlijk zegt, oké, dan zouden we het zo willen oplossen, wat de VVD niet heeft gedaan, dan verspeel je ieder recht om te zeggen, nou, wat u hier nu insinueert, dat werp ik verre van mij. We hebben toch gewoon gezien wat hier is gebeurd. En de VVD heeft het, ondanks dat Rutte nu stopt, voor elkaar gekregen, en dat is kennelijk het belangrijkste geweest, dat zij het profiel hebben waar ze al 20 jaar naar snakken of 10 jaar. Ze kregen het niet opgelost. Ze voelen de dreiging van rechts. Wij moeten profiel op asiel en immigratie. Het is gewoon spuug, lelijke politiek geweest. Dank u, mevrouw Hermans. Voorzitter, deze insinuaties van spelletjes, van trucjes, dat is lelijk. Om als het over een inhoudelijke opvatting gaat, om dat allemaal op die manier weg te zetten. We snel overgaan tot naturalisatie, hoe wij onze rechtsbijstand geregeld hebben, ons hoge inwilligingspercentage. Het zijn allemaal elementen die ons land relatief aantrekkelijk maken. En daar willen wij nu iets aan doen. Het zijn allemaal elementen waardoor mensen hier naartoe komen. Daar ook misbruik van maken. Ook mensen die geen recht hebben op die vluchtelingenstatus. En weet u wat nou het punt is? Ik vind het humaan om daar wat aan te doen. Ik vind het fatsoenlijk om daar wat aan te doen. Omdat ik wil dat we in dit land de draagkracht en de draagvlak houden voor de mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, hier altijd plek te houden. Dank u wel. Ja. Tot slot, mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, ik moet ontzettend lachen dat dit blijkbaar nodig is om dit verhaal kracht bij te zetten. Wat we hier hebben zien gebeuren, is dat een partij die een grote verantwoordelijkheid heeft gedragen voor het ontstaan van deze problemen, een extra probleem fictief heeft gecreëerd voor haar eigen politieke belang, om straks de campagne te laten gaan over kwetsbare mensen en daar een beetje stoer over te doen. En het allermooiste is dat de VVD er daarbij van uitgaat dat Nederlanders te dom zijn om dat in de gaten te hebben. We laten het niet gebeuren. We laten het niet gebeuren, want als de VVD deze problemen goed en eerlijk had willen oplossen, dan had ze dat al lang kunnen doen. En de VVD heeft het gewoon met opzet op de spits gedreven, terwijl ze weet dat dit juridisch niet eens houdbaar is. Niemand trapt erin. En het is en blijft spuuglelijk.